Heilige Bankjes is een koffiewinkel, Grand Café, tevens eigen koffiemerk. Daar werken jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt. Dus niet alleen jongeren met een crimineel verleden, maar jongeren die kampen met meervoudige problematiek. Die we eigenlijk gedurende ons politievak leren kennen. En die heel vaak aan ons de vraag stellen van, ja, wil je me helpen? En als we daarna nog door gaan vragen, dan vertellen ze eigenlijk altijd het verhaal van, ja, maar ik wil eigenlijk gewoon een baan. Ik wil meedoen in die maatschappij. Hedon is een kledingmerk met underscore, a thin line. Waar een thin line voor staat is de wereld van drugsgebruikers en drugsverkopers. Drugsverkopen is super slecht, vinden we allemaal wat van. En drugsgebruikers prima, toch houden beide werelden elkaar in stand. En eigenlijk wat we willen doen is dat mensen zich bewust worden van hun consumptiegedrag. Zoals we dat ook zijn met vlees, met vliegvakanties en dat soort dingen. Dat is eigenlijk hetzelfde wat we met Hedon willen doen. En dan door middel van een heel tof kledingmerk. Marco is naar ons toegekomen met het verhaal over aan de ene kant de normalisering van drugsgebruik en aan de andere kant kleding, wat een incentive is voor risicojongeren om te gaan dealen. Ze zijn op zoek naar status en geld en dat uiten ze door middel van kleding. Wij hebben eigenlijk de belangrijkste elementen uit het verhaal van Marco teruggebracht naar de essentie en dat hebben we vertaald in het concept A Thin Line. En daarin spelen we eigenlijk met dit merk. En dat komt terug in het product, dat komt terug in de video. Dat zit eigenlijk doorvlocht in het hele concept achter het merk. Maar we spelen eigenlijk voor onszelf constant ook met een dunne lijn tussen een modemerk wat mensen graag willen hebben aan de ene kant en aan de andere kant een maatschappelijke onderneming. Ja, we doen het bij een dealproces. Wat we doen is dat we op de Dutch Design Week dealen we ponypacks uit. En dat zijn de Hedon ponypacks. Die heb ik natuurlijk ook volop in mijn zak zitten. Die hebben we ook allemaal staan vouwen. In deze zitten geen coke, maar een thin line. Als je hem openvouwt, zit er een nummer, een 06-nummer, app of tekst voor een betere deal. En als je dat tekst, dan krijg je een berichtje terug met een minuutje van onze kleding die je dan kan kopen. Waarbij we dus een betere deal hebben voor jongeren die denken dat er alleen maar criminaliteit voor hen is. En ook een beter product voor de consument.